in Roemenië. En dat wordt een gestrekte Tsukahara. En inderdaad duidelijk op zekerheid geturnd. En nu kan zij voor de tweede sprong allicht een nog moeilijker combinatie uitdenken of uitvoeren. Hier dan die krachtige afzet, afdrukken op het paard en dan inderdaad heel mooi die gestrekte Tsukahara en goed neerkomen op de grond. 9,70 kreeg Agaki voor haar eerste sprong. Ze kiest nu moeilijkheidsgraad 10 en ze moet 9,80 halen om nog kans te maken op het podiumplaats. En dat werd een...